Voor fietscrossclub De Vaart, Roy Dunning. Voor fietscrossclub De Volharding, Thijs Visch. Voor de Rapid Wheels, Joshua de Munnik. We blijven hier bij de Rapid Wheels met Quinten Bos. FCC De Vaart, Melle Gerrits. Voor de Whoopers, Nick Leenders. Voor FCC Nuland, Kevin Dollevoet. En last but not least, voor de Logsprinters, Thomas Bergboer. Problemen daar voor Melle Gerrits tegen de startplank, maar hij is desondanks toch goed vertrokken hoor. Het is in ieder geval de logsprinter Thomas Bergboer die hier in het beste vertrokken is. Hij komt er eerst de bocht in en dan neemt hij toch die Gerrits met zich mee. Dat vind ik toch knap hoor. Melle Gerrits die vlak voor de start eventjes uit balans raakte. Uitziet links schoot volgens mij toch weer zijn weg wist te vervolgen. En net op tijd weer tot rust kwam tegen de startplank toen de startprocedure van start ging. Het is de logsprinter dus aan de leiding. Dat is het man van De Vaart, FCC Dedemsvaart. Het is inderdaad de man daar met het oranje-blauw op plaats nummer 2 nog. En we zien dat er ook weinig concurrentie komt van achteren. Dat moet nog naar Rapid Wheels komen. Maar de winst gaat naar Thomas Bergboer. Hij is Drents kampioen 2015. En ik had toch niet, jongens, 11 jaar.